Raj Jadnanan Singh is gepromoveerd tot dokter in de maatschappijwetenschappen aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, ADECUS. Hij verdedigde woensdagavond in de aula van de ADECUS, de Centrumkerk, zijn proefschrift getiteld Feasibility of the Implementation of a Website-Based E-Health Module to Bridge the Treatment Gap for Common Mental Disorders Found in Urban and Rural Suriname. Jadnanan Singh heeft onderzoek gedaan naar de prevalentie van depressie, angstklachten en problematisch alcoholgebruik in Nikeri en Paramaribo. Het blijkt dat er sterke indicaties zijn dat depressie voorkomt bij 18% van de bevolking in Nikeri en 16% in Paramaribo. Problematisch alcoholgebruik komt voor onder 6,4% van de bevolking in Paramaribo en 5,8% van de bevolking in Nikeri. Van de mensen die deze klachten ervaren, heeft maar 10% hulp bij depressieklachten gezocht. En gemiddeld 19% van zij die last hebben van problematisch alcoholgebruik, hebben hulp gezocht. Behandel gap voor depressie 90% in beide districten, voor alcohol 74%, voor Paramaribo 82%. Goed, dan weten we dat. We weten dat er klachten zijn, we weten dat er een grote behandelkloof is. Dus dat wil zeggen, 10% van degenen die last ondervinden van de klachten, krijgen hulp. 90% krijgt of zoekt geen hulp. Houdt u dat vast? Het onderzoek heeft ook de algemene demografie en gedragspatronen beschreven van de bezoekers van de www.ehealth.sr-website die door het Psychiatrisch Centrum Suriname, PCS, wordt aangeboden. Dit is een zelfhulplijn die gefocust is op depressie en alcoholgebruik. Jadnanan Singh geeft aan dat de depressiehulplijn veel vaker is gebruikt dan die van alcoholgebruik. Personen onder de 45 jaar hebben er meer gebruik van gemaakt. Meer vrouwen dan mannen die daar gebruik van hebben gemaakt van de modules. En de online reclame, op Facebook met name, werkte efficiënter dan de radio en de normale krantenadvertenties. Aanbeveling. Hoe gaan we van e-health naar een digitale zorg? Ik denk dat er een mooie weg daar is te bewandelen, waarbij met de meeste stakeholders die betrekking hebben op bieden van het zorg en e-health gaan gebruiken, een goede afsprakensysteem wordt gemaakt, waarbij bijvoorbeeld ook de verzekeraar bij kan komen kijken, want een e-health consult is gewoon een consult. Vertaalslag en toegankelijkheid vergroten voor degenen die op de site willen gaan, maar de middelen daartoe niet hebben. Geen internet en ook geen laptop en andere zaken, maar ze willen dus wel op de laptop gaan. Gegevens van de behandelkloof kunnen worden ingezet voor het verder preventief beleid. Jadnanan Singh geeft aan dat vervolgonderzoek gewenst is. Hij wil graag weten wat de behandelkloof is in de overige districten en hoe de klachten daar worden ervaren.